Het Perron is een school voor VMBO, praktijkonderwijs en MBO. Normaal gesproken bruist het hier van de energie door onze leerlingen en studenten, maar helaas door corona werken die nu vooral vanuit huis. Met betrekking tot duurzaamheid willen wij onze leerlingen en studenten het goede voorbeeld geven. En tegelijkertijd sluiten wij daarbij aan bij de ambitie van onze stichting om in 2030 energie-neutraal te zijn. En met de overstap naar LED-verlichting maken we daar meteen een enorme klapper mee. TechTron heeft ons daar erg goed bij geholpen. Toen het COG de aanbesteding uitschreef voor het vervangen van de conventionele verlichting naar LED op het perron, dachten wij als Philips Connected Lighting Expert, dit is echt op ons lijf geschreven. Nou, wij zijn specialisten in slimme LED-verlichtingsoplossingen en dit hebben we ook geadviseerd richting de school. Nou, LED-verlichting is één natuurlijk, maar met slimme LED-verlichting kun je nog veel meer. Het slimme aspect van onze nieuwe verlichting vind je vooral terug in de aanwezigheidsdetectie en de daglichtregeling. We hebben gebruik gemaakt van het KNX DALI systeem in combinatie met de Philips armaturen. En daarmee kun je heel makkelijk het lichtniveau van de ruimte aanpassen. Zo kun je in een praktijklokaal zoals dit een hoger lichtniveau instellen dan in een normaal leslokaal. Terugkijkend zijn wij blij met het advies van TechTron. Een overstap naar LED-verlichting is sowieso al een besparing op de traditionele verlichting. Maar daarnaast hebben wij gekozen voor slimme LED-verlichting. Dat betekent dat onze besparing nog verder oploopt van 60 tot 70%. Deze LED-verlichtingsoplossing maakt het heel gemakkelijk om energie te besparen en draagt bij aan de duurzaamheidsambities van de school. En hopelijk inspireert het ook andere scholen om deze slimme stap te maken.